20 maart 2015. En in kamp Amersfoort krijgt een school een rondleiding door het kamp. Jongens en meiden, we zijn hier in kamp Amersfoort. 70 jaar geleden zaten hier mannen opgesloten die niet voor de Duitsers wilden werken. We staan hier in de dodencel. En als je om je heen kijkt, dan zie je hoe groot die dodencellen waren. Zo, dat is echt niet groot. Pas niet eens een kind in. En dan moet je voorstellen dat ze hier, totdat ze werden doodgeschoten, hier moesten blijven zitten. Maar ik wil nu ook een geheim laten zien. Een geheim? De gids liet een code zien die bekend stond als het geheim van vrede. Dit is later gevonden, maar niemand weet wat het betekent. Volgens mij heeft dat gewoon een gevangene opgeschreven uit verveling. Die hebben hier toch niks te doen. Het was hier vroeger echt heel erg hoor. De gevangenen waren te bang om zich te vervelen. Er ontstond een discussie over de betekenis van wat er op de muur van de dodencel was geschreven. Heel veel deskundigen hebben hier naar gekeken, maar ze weten nog steeds niet wat het is. Dus het blijft een mysterie. Deze hele lange schietbaan die we net hebben gelopen is uitgegraven door de gevangenen die in kamp Amersfoort zaten. Zo. En dit heet schietbaan omdat hier in de Tweede Wereldoorlog gevangenen werden doodgeschoten. Nou, ik wil jullie nu even een paar minuten pauze geven en alsjeblieft niet te veel herrie maken. Ja, dat is maar te zien. Ja, het lijkt wel alsof het een stuk donkerder wordt. Ja, ja, je hebt gelijk. Ja, wacht. Even wacht, je weet dat je altijd een pauze tegen. Ja, bizar. Luister, ik weet wat er is. Het is zonsverduistering en ik heb er een krant over meegenomen. Zonsverduistering? Dat heb je het over. Kijk, hier staat het op. Hier staat dat op 20 maart dus over 85% wordt verduisterd. Ik heb net een foto gemaakt van die code. En volgens mij betekent het iets. Staat hier 85. 85, de zon wordt voor 85% verduisterd. En er staat ook 20. Het is nu vandaag 20 maart. En er staat 15. En het is 2015. Misschien betekent het iets. Nee, schoot die vrouw. Kan het niet. Nee, dit is het niet. Dat is de cijfer. Gaan we terug naar het begin. Kom maar mee. Het is sowieso voetbal. Waar nou? Het ligt daar nou. Wat is dat? Ik ga kijken wat er niet zit. Ik ga het doen. Bonnen waar ze mee moesten betalen. Volkrant. En verloppen. Een envelop. Nee, dat heeft u daar neergelegd, mevrouw. Dat doet u zeker altijd bij een rondleiding. Nee, ik zweer het. Ik heb het echt niet neergelegd. Hé, hey, maar dit is gewoon mijn achternaam. Wat schrijft ons van? Dat klopt niet. Het klopt gewoon. Lief achter, klein kind. Ik weet niet hoe je heet. Ik wil in mijn drinkbrief ook zo'n mooie boodschap meegeven. Ik denk dat we in moeten zetten dat je alleen maar vrede kunt krijgen door vergeving te geven. Vrede kan alleen bestaan als je kunt vergeven. Voor ons is dat heel moeilijk om te doen omdat er in het kamp een aantal slechte commandanten zijn. Wij geven jullie daarom een opdracht uit het verleden. Ga op zoek naar de achterkleinkinderen van deze commandanten. Kom naar het kamp Amersfoort en speel met elkaar in vrede en lach met ze. De kinderen waren verbaasd dat ze een opdracht uit het verleden hadden gekregen. In het archief van kamp Amersfoort gingen twee kinderen direct aan het speuren. Wat fijn dat we in het archief van kamp Amersfoort mogen kijken. Ja, je moet echt wel wat informatie te vinden zijn over die commandanten. Op zoek naar achterkleinkinderen van de Duitse commandanten. Ja, kijk jij even alles even daar en kijk of je daar misschien het achterkleinkind van waar die kamp Peter Berg kunt vinden. En ik heb hier volgens mij eentje. Ja. Commandant Steuvert. Hier. Sarah van den Berg. Sarah Berg volgens mij, toch? Ja, nee, je leest verkeerd. Ja, Sarah Berg. Ja. We hebben al een hele lijst. Ah, mooi. Even kijken hoor. Ja, even alles invullen. Ja. Kom, zo, lijst mee. Hup. In de zomer van 2015 was alles gelukt en kwamen de Duitse achterkleinkinderen naar kamp Amersfoort. Hé, kijk, daar komen de Duitse kinderen. Hallo, Duitsers. Hoi.
Ik vind het zeer schön. Ik ben een beetje nerveus. Hallo! Goedendag! Dag. Ik vind Marijn. En zo speelden de achterkleinkinderen van de Duitse commandanten en Nederlandse gevangenen met elkaar. Alles was vergeven. En dat is het geheim van vrede.